bad! Ik ben er helemaal klaar voor. Naar een nieuwe video en vandaag gaan we weer allemaal leuke dingen doen. Ik ben nu onderweg naar Amsterdam om te ADR'en en ik heb jullie al een paar keer meegenomen naar ADR'en. Dat is inspreken, dus dingen nasynchroniseren, dus dingen die niet goed zijn gegaan in een film of kleine geluidjes toevoegen bij een film, dat straks opnemen. Dus dat ga ik eerst doen. Daarna ga ik eventjes naar de Bijenkorf in Amsterdam, want ik wil al heel lang een soort van sieraadje hebben. Dus ik ga kijken of ze dat daar hebben. Daarna ga ik me laten testen. En daarna ga ik naar het EK. Ik ga naar Nederland-Oostenrijk. En ik heb er zoveel zin in. Ik ga met Danny, Ruben, Sam. Kijk, wie gaan er meer zeggen? Niek, Stijn. Dus het wordt hartstikke leuk. Dus blijf vooral kijken. En ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan ook eventjes. Want we gaan nog steeds hartstikke lekker. En dat zou ik hartstikke fijn vinden. Het is 26 graden vandaag, jongens. 26 graden. Jullie horen het waarschijnlijk al, maar mijn stem is weer lekker aan het kraken. Dat komt omdat ik net wakker ben en ik heb heel veel last van hooikoorts. Echt heel erg veel last. En er zijn nu super veel pollen in de lucht. Dit jaar sowieso en de laatste dagen ook. Het is warm. Heel veel pollen in de lucht. Dus het zijn echt vreselijke dagen voor mensen die hooikoorts hebben. Als één van jullie dit ook heeft, dan weet je wat je meemaakt op het moment nu. Want het is echt totaal niet leuk. Ja, dan slik je wel een pil ervoor dat het wat minder wordt. Maar echt, alsnog werkt het niet heel erg lekker bij mij. Dus ik heb er nog steeds heel veel last van. Droge keel. Ik heb de hele tijd jeuk aan mijn ogen. Maar goed, we moeten ermee leven. Want we kunnen niet anders. Dus voor alle mensen met hooikoorts, super veel sterkte deze dagen. En heb je nog tips? Laat het dan even weten in de comments, want ik heb ze echt nodig. Ik ga ADR'en voor een nieuwe serie. Maar misschien dat jullie het al een beetje op Insta hebben kunnen zien. Maar het is een hele leuke serie, namelijk Misfit de serie. En ik speel daar Figo, een best wel grote rol ook. En Figo is gay. Ik speel dus een gay voor het eerst in mijn acteercarrière dat ik een keer gay moest spelen. Het was hartstikke leuk. Het viel allemaal wel mee. Ik moest niet allemaal gaan zoenen met jongens en allemaal seksscènes. Dat hoeft allemaal niet. Maar ik ga er dus nu voor ADR'en. En ik ben heel erg benieuwd. Want net als de vorige keer krijg je stukjes te zien. Dus ik ben benieuwd. Ik ben weer klaar met ADR'en. En ik heb al een paar leuke stukjes gezien van de serie. En waarschijnlijk jullie, 100%, jullie kennen allemaal die films wel, Misfit de films. Met natuurlijk Niek en Jamila en zo. En ik heb nu ook een rol in de serie. Er komt volgens mij 14 afleveringen. En gewoon 14 afleveringen Misfit. Ik kon alleen niks filmen, want ik mocht nog geen beelden laten zien. Maar misschien is dat alleen maar leuk en dan zijn jullie nog benieuwder naar wat er allemaal gaat komen. Maar goed, ik ga nu richting Amsterdam. Dan ga ik eventjes kijken voor dat armbandje dat ik heel graag wil. En ik hoop dat ik niet te lang in de rij moet staan. Want vorige keer dat ik daarheen ging, stond er echt een ziek lange rij. Maar goed, we gaan het zien. Daar staat hij. Hij is echt vies. Ik moet mijn auto echt weer een keer gaan wassen. Hij is echt smerig gewoon. Ik had trouwens een tijdje dat ik best wel veel op zoek was naar een nieuwe auto. Wat echt super onnodig was eigenlijk. Want ja, ik heb nu gewoon een hele mooie auto. Ik ben er hartstikke blij mee nog steeds. En ik heb heel erg gemerkt dat ik veel meer waarde hecht aan bijvoorbeeld een vakantie. Met vrienden leuke herinneringen maken. In plaats van dat je een nog dikkere auto hebt. Terwijl dit ook al bizar is, weet je wel. Dus ik ben er best wel een beetje van afgestapt. Gelukkig. En wie weet in de toekomst een nieuwe auto. Kijk, ooit ga ik inderdaad een nieuwe auto kopen. Want op een gegeven moment komen hier veel te veel kilometers op. En dan moet je een beetje doorstappen. Maar voorlopig ben ik nog helemaal zoet met dit bakbeest. En hij klinkt nog steeds fantastisch. En heel misschien komt er een nieuw uitlaatsysteem onder. Want ik heb gisteren een appje gekregen van GB. En die zei, ik heb misschien wel een leuke deal voor jou. Dus wie weet, nieuw uitlaatsysteem. Ik rijd nu in een tunnel, maar ik hoop dat jullie de klappen misschien nog een beetje kunnen horen. Want soms vergeet ik dat ik ze heb. Komt ie. Wow. Oh, in die tunnels blijft het wel echt lekker hoor. Nou, er was plek. En het bandje is er, dus dat is helemaal top. Hij wordt nu geknoopt, omdat ik heb hele dikke polsen, dus hij moest opnieuw geknoopt worden. Maar ik ben benieuwd hoe die gaat staan. Kijk eens jongens, ik heb hem! Een Cartier Trinity. Het is eigenlijk best wel simpel, het is gewoon een stof bandje. Ik weet eigenlijk niet wat voor bandje het is. Met drie ringetjes eraan, één rosé goud, één geel goud en één wit goud. Maar ik vond hem al zo lang heel mooi, dus ik dacht, weet je wat, ik doe het gewoon. En Ruben heeft er ook een. Ik heb deze toen voor Ruben zijn verjaardag gegeven, toen hij 21 werd. Hey, laat je nou godsom even horen. Laat je even horen. Hey, ik heb trouwens nu ook een Trinity bandje. Ja, ik zag het. Echt vet, man.
Hey, maar ik vind die bandjes ook echt heel mooi en chill. Je merkt bijna niet dat ze om je pols zitten. Nee, chill hè. Hey, maar heb jij een beetje chill. Godverdomme zin in de wedstrijd? Ik heb er heel veel zin in en ik ben negatief getest, dus ik mag er lekker heen. Ja, oh, ik moet nog. Ik ga dus nu onderweg naar Haarlem, want dan moet ik dus een test gaan doen om te kijken of ik het stadion binnen mag of niet. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ja, straks heb ik het gewoon. Hey. Ja, maar dat heb ik dus ook. Ik vond het best wel spannend eigenlijk. Want ook al weet je, ik heb geen klachten, maar er zijn toch de hele kut. Hij is positief. Maar... Ja, maar weet je, het is, kijk, ik heb ook heel veel last van hooikoorts. Dus ik ben ook de hele tijd een beetje half aan zo dit aan het doen zo. En straks is het helemaal geen hooikoorts, maar dan heb ik gewoon corona. Nee, dan kan ik gewoon niet meer naar RTK. Maar goed, richting Haarlem en lekker gaan testen. Want ja, dat is superleuk namelijk. Hey! Heb jij zin om lekker een stok in je neus te stoppen? Ik heb hem liever in mijn reet, dat weet je. Maar een stok in mijn neus ook goed. Nou, zit je auto neer? Waar gaat je auto dan? Ja, daar. Je kan hem gewoon hier zetten. Nou, zoals jullie zien, Niek is er ook lekker bij. Want Niek moet ook testen, want wij gaan natuurlijk samen naar het EK. Maar ik heb er zo weinig zin in. Ik hou echt niet van zo'n stokje in mijn neus. Ugh. Nou, daar gaan we jongens. Ja, gaan we. Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, goed, daar gaan we. Je mag het erop. 1, 2 en 3. Dat was het. Wat? Is het klaar? Ja. Ja. Dat vind ik wel fijn. Je hebt maar 1 neus op, hè? Ja. Nou. Ik heb maar 1 neus. Ik ben ook klaar, Jovie. Waarom ben jij aan het janken? Ja, ik wil gewoon zo emotioneel horen. Wat je ex zegt. Ja. Oh, dankjewel. Zo jongens, het stokje is erin geweest. Het duurde echt heel erg kort. Het was echt zo erin en eruit en het was top. En degene die net voor mij ging filmen, dat was Lisa. En Lisa die zat bij mij in de brugklas. Maar ja, die werkte daar heel toevallig. Die was aan het helpen ofzo. Dus dat was wel gezellig. Going on a summer holiday. Hij lacht je ook uit. Hij lachte me toe. Hij lacht je toe. Maar goed, wij gaan eventjes lekker naar Nieks huis. Ja. Want Niek heeft een nieuw huis. Dat heb ik volgens mij nog nooit gefilmd ook. Misschien heb je het in de video van Niek gezien. Maar hij heeft dus een keuken. Ik heb vandaag voor de keuken gemonteerd. Hij is echt very nice. Maar hij past niet. Maar we gaan... Dat gaan we niet zeggen. Nee, oké. Let's go to Niek. Eens even kijken joh, hij heeft zelfs een tuin. Holy shit. Tuin is mooi. Joepie. Heb je toch goed voor elkaar Joopie, gewoon een huis. Ja, ik heb een huis, maar zaterdag komt iemand, komt de tuinman kijken. En dan gaan we even kijken wat we hier gaan doen. Wat we hiermee kunnen doen. Het is nu nog een beetje een rommeltje. Maar goed. Bellen, kom er nou eens een keer uit. Nou, doe eens even normaal. Ja. Mooie keuken, kijk. Een mooi marmer lookje. Hey. Ja. Wasbakkie, alles erop en aan. Hier een kast, alleen deze kast. Die past dus niet. Nee, dus er komt straks iemand die gaat dit de hoekje verkleinen maken. Heeft hij fout gedaan? Oh. Ja. Nou, dat is ook niet handig. Maar ik moet zeggen, Niek, ziet er heel goed uit. Ja, mooi. Een mooi vloertje, net een nieuw vloertje ook erin. Ik ben hier wel een keertje geweest toen het zeg maar nog niet helemaal verbouwd was. En een nieuwe vloer en allemaal mooie verf. Vond ik wel echt een stuk anders. Ja, dit is wel echt, dit is veel beter. Oh, elke keer als ik die auto instap, is het zo fucking warm. Oh, ramen open en airco aan. Jongens. Goed nieuws, ik ben negatief, dus ik mag vanavond lekker naar de voetbalwedstrijd kijken. Ik ben uitgenodigd vanavond door Coca-Cola, want ik had namelijk een campagne met Fanta. En Fanta en Cola is eigenlijk één bedrijf. En zij hadden mij uitgenodigd om vanavond naar de EK-wedstrijd te komen. Maar moet je eens kijken wat ik heb gekregen. Een Nederlands elftal shirt met alle handtekeningen van alle spelers. Dus die ga ik vanavond lekker aandoen. En ik heb zoveel zin in de wedstrijd. Het wordt hartstikke gezellig. Daar ben ik weer bij Perla, want ik ga Ruben ophalen en dan gaan we lekker eten bij de Roen Gastrobar in Amstelveen. En dan gaan we om 6:30 naar de wedstrijd Nederland-Oostenrijk. En ik heb er zoveel zin in. We kunnen eindelijk weer een keer in het stadion zitten. Ah, en dan ook nog eens Nederlands elftal. Ik heb er zin in. Maar ik heb net Ruben gebeld, maar hij wil maar niet komen. Dus misschien moet ik maar gewoon weggaan zonder hem. Misschien wil hij wel gewoon helemaal niet mee. Ja, dat kan natuurlijk. Hè? Maar goed, ik ga maar even bellen weer. Nou jongens, ik ben maar weggegaan zonder Ruben, want hij wilde maar niet komen. Oh, wacht, hij zegt jawel, jawel, hey. Die vrouw die keek ons raar aan, die had een raam open, wij hadden ook ons raam open. Dus, gezellig, die dacht, twee leuke spontane jongens in één auto, lekker aan het kletsen met z'n lekker elkaar. Aan het schreeuwen, hey. Nou, daar zitten we dan, bij de Ron Gastelbar. Maar waar is iedereen? En gezellig met de andere... Hey.
We worden gewoon echt in de steek gelaten de hele tijd. Waarom komt heel onze groep altijd te laat? Ja, ik moet het ook zeggen. Jij bent één keer op tijd omdat je met mij... Ja, precies. Dat is wel waar. Ik ben meestal ook te laat. Dan zeg ik altijd van... sorry dat ik het zeg, maar ik ben een beetje aan de late kant. Maar Sam is ook echt een warhoofd, hè? Sam is ook echt een warhoofd. Die komt nooit op tijd. Danny moet zich nu nog laten testen voor de wedstrijd over een paar uur. Ja. Je moest je dus laten... Zo. En dit moet je inladen, 100% inladen. Zo, ik heb soms echt een spraakgebrek. Nee, je moet je dus laten testen, wil je naar binnen gaan in het stadion. Dus dat hebben we allemaal gedaan, maar Danny is dat nu pas aan het doen. Dus het duurt nog wel even voordat hij hier is. Nou, dat wordt wel eens gezellig. Hè? Watertje erbij, Hans of Vlad? Dan, ben je chagrijnig? Danny is chagrijnig, want hij moest nog een test doen, dus hij was daar te laat. Dus hij heeft een motorstory. Zijn Porsche geeft dus een melding aan dat zijn motor dus naar de garage moet. Gaat hartstikke lekker allemaal. Hey, hey, hey. Hey, laat je horen. Daar is de volgende klant. Laat je even horen. Hey, laat je even horen. Je bent helemaal zat. Rijbewijs kwijt in trein, bus. Doei, maat. Blijf zich nog. Jij hebt ook je dag niet, hè? Kuddag. Echt een kuddag. Danny heeft je dag ook al niet. Trein gemist, bus gemist, rijbewijs kwijt. Gereden op een scooter zonder rijbewijs. Ik heb nu een taxi. Oh. Maar leuk, hey, maatje. Leuk, we gaan zorgen dat Nederland wel wint. Ja, zo. Hey, wat je horen? Hey! Jongens, gaat het sfeertje even inbrengen. De vak chagrijnig vandaag. Ja, jij ook al. Den ook al chagrijnig. Ik ben gelukkig dat mijn test negatief is. Puur chagrijnig. Hey! Kom, we gaan even staan. Kom, Ruben, kom even staan. Hey! Hey! Hey, we gaan winnen, jongens. Sam, je hebt er wel zin in. Ja, hey! Een heel mooi kostuum om Nederland even extra goed te supporten. Let's go! Waarom heeft hij altijd weer rare shit mee gewoon? Ja, ik denk dat dit helpt. Sam is sowieso gewoon een beetje raar. Ik denk als de paai mij zo ziet staan, dan denkt hij, ah, ik denk, die jongen ga ik het doen. Hey. Nick Rozen is gearriveerd. Hey, wat een kutdag, hè? Iedereen zegt dat. Nick heeft een kutdag, zijn keuken past niet. Sam heeft een kutdag, want hij is aangehouden en had geen rijbewijs. Ik heb 5 dingen die kut zijn. Letterlijk. Ja, Sam, vanavond komt het allemaal goed. Danny heeft een kutdag. Ruud, had jij een kutdag? Ik had een prima dag, jongens. Okay. Ik had een halve kutdag. Ticket vergeten, denk ik thuis, man. Nee. Die grap is net al 3 keer. Ik maak die grap net ook al. Ben je ticket vergeten? Je staat toch daar? Nee. Maar ik zit toch liever aan die kant. Goed zo. Jongens, maak nog geen ruzie, jongens. Kom op, het moet nog zo gezellig worden. Lennart. Zo, wij hebben lekker gegeten. Maar wij gaan nu de auto in en we gaan naar het stadion. En dan gaat de wedstrijd zo beginnen. Wat ik alleen niet weet, volgens mij mag ik mijn camera niet meenemen het stadion in. Want dan moet je echt zo'n perskaart hebben en zo. Maar ik ga proberen dingen te filmen met mijn telefoon gewoon. Dat kan waarschijnlijk wel gewoon. Dus dan film ik het gewoon lekker met mijn telefoon. Moet helemaal goed komen. Danny heeft de uitlaat onder zijn Porsche vandaan gehaald. Hij had eerst IPA, maar hij heeft nu gewoon de standaard uitlaat weer. Want hij gaat zijn auto verkopen namelijk. Wat ervoor in de plaats komt, ga ik nog niet zeggen. Alleen, hij kwam helemaal terug en hij zei van... ja, ik heb geen geluid meer in mijn auto, dit en dat. Maar inderdaad, het klinkt wel echt een stuk minder, moet ik zeggen. Toch? Ja, nogal inderdaad, ja. Ik hoor heel weinig nu. Normaal hoor je nu echt al dat hoog. Ja, hoor je dat echt gejank gewoon. Tijner, moet je eens kijken. Het is weer een keer gewoon gezellig op plekken, Ruud. Ja, leuk hè? Leuk hè, allemaal mensen, toeters. Maar in Nederland was ook extra gezellig gewoon. Ja, superleuk. Iedereen gaat dan los. Zo, de twee auto's gaan naast elkaar. De Porsche en de BMW. Ik ging zenuwachtig voor al die shirtjes buiten, die Oostenrijkers. Ja? Echt weer zo'n... 2 jaar geleden stond ik hier met Ajax, ik heb weer echt dat gevoel, man. Ja, ik heb er ook zoveel zin in. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik word pas zenuwachtig als ik het stadion inkom. Iedereen is nu thuis slingers aan het ophangen, de tv aan het klaarzetten. Ja, ziek. Hallo. Heb jij een rijbewijs nodig of een paspoort of zo? Wat? Wat heb je nodig allemaal? Geen idee. Misschien heb je een IPA-exas nodig, want dit geluid... Geen. Hoe is het met jouw auto? De camera's mogen niet mee. Ik heb het eventjes gecheckt. Je mag geen camera mee het stadion in. Dus, jongens. Wat je laat hier, wat je kan, is met je telefoon. Dat gaan we doen. Dus vanaf nu gaat het over op de telefoon. En ik moet ook eerlijk zeggen, we gaan een drankje doen. Dus als de beelden een beetje shaky zijn of misschien een beetje gek. Ja, kan gebeuren. Hey. Ja, daarom. Na een paar jaar, eindelijk EK. We gaan ervoor. Dan, we gaan ervoor. Nou jongens, dit was het laatste shotje. Laatste shotje. En nu komt de tot later. We lopen nu naar de goede ingang. Maar wat leuk is, er lopen overal mensen met oranje shirtjes. En ik heb echt totaal niet het gevoel dat er gewoon nog corona is of zo. Het is echt heel erg normaal allemaal weer. Dus dat is hartstikke chill.
kijkt en hoe gezellig allemaal mensen. Hier, kijk, ook Oostenrijkers, Hatzenvlad. Oh jongens, moet je eens kijken wat een drukte. Het mag gewoon weer, kijk dan. Oh, daar ging je bijna, vriend. Dan. We zijn binnen. Dan, als je echt wil roken, dan moet je dat gewoon zeggen. Ja, ik ga even zo. Ja? Roken. Maar je kan dus vanaf nu niet meer roken. We zijn binnen. En ik heb er nu, de kriebels beginnen nu toch wel echt te komen hoor. Ik had op het begin gedacht van ja oké, leuk voetbalwedstrijd. Maar ik vind de stadions bijvoorbeeld altijd veel lijper dan de wedstrijden meestal. Maar nu krijg ik toch best wel spanning. Helemaal omdat het een Nederlands elftal is, dus ik heb er zin in. Kijk eens even. Zo chill om weer in het stadion te zijn. Heren! We zijn weer in het stadion, eindelijk weer. En moet je eens kijken hoe nice. Oh, zo'n chill gevoel weer. Hey. Proost. Heren, proost. Hey. Proost. Ze komen het veld op. Ja hoor. Hey. Hey. Hebben we er een beetje zin in? Hey. Hebben we er zin in? Hey. Hebben we er een beetje zin in? Nee. Nee, ik heb er nooit zin in. Deze nee, nooit. Zo, ik denk wel dat hij het goed kan zien nu. Deze man hier voor me, er zit een hele rij met Oostenrijkers voor ons. Maar hij heeft een verrekijker mee. Daar komt Sam! Hey! Dames en heren, jongens en meisjes, laat je godverdomme aan voor het Nederlands elftal! Sam, kan je het zien? Ja, net aan, ja. Sam! Oh. Jongens, penalty check. Er wordt nu gecheckt of er een penalty wordt gegeven of niet. We gaan het zien. Ja! Ja! Sam heeft een rietje gemaakt. Ja, ook. Jongens, de wedstrijd is afgelopen. We gaan lekker naar huis. Nederlands elftal heeft gewonnen met 2-0. Yes! Laat je even horen. Danny, laat je even horen. Hey! 2-0, hey! Zijn Nederlands? Zeker weten. Laat je even horen voor het Nederlandse elftal! Hey! Zingen! Van de telefoon, eindelijk weer terug naar de camera. En wij gaan lekker richting huis. Het is nu bijna 12 uur en ik denk dat het wel lekker gesneden is voor vandaag. Zo. Is
Hey! Ik ben weer eindelijk thuis en wat een avond, jongens. Het was zo gezellig met de gasten. We hebben lekker voetbal gekeken, lekker in het stadion. Het was echt superleuk. Daarna nog een hele soort van afterparty met allemaal mensen die gingen springen. Het was echt super vet. Maar goed, ik ga deze video afsluiten. Vond je dit nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan spreek ik jullie later.